Hallo, hallo allemaal. Wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van de Sprookjesjuf. Ik kreeg een verzoekje. Iemand had wat oude video's terug zitten kijken en die had gezien dat ik wat regrow-projectjes heb gedaan vorig jaar. Dat was natuurlijk heel leuk. Toen hebben we volgens mij vooral de bleekselderij gedaan, de worteltopjes en de bosuitjes. Superleuk allemaal. Maar zij had gezien dat je ook gember kunt regrowen. Dus dat gaan we vandaag proberen. Daarvoor heb je nodig een pot met aarde en een stukje gember. En wat ik begrijp is dat je niet zo heel veel gember nodig hebt als er maar zo'n knopje als dit in zit. En dat je dat knopje naar boven in de pot moet doen. Dus ik heb deze pot alvast gevuld met aarde. Maak ik een gaatje in. En daar duw ik dan de gember in. En ik ben heel benieuwd of dit gaat werken. Doe de aarde er weer overheen. Ik geef het een beetje water. En dan is het vooral wachten. Balen, want daar houden we natuurlijk niet van. Maar ja, zo werkt het natuurlijk nu eenmaal. Omdat dat wel een heel kort filmpje is, dacht ik, ik ga ook gewoon eventjes weer zo'n leuk regrow potje doen. Of niet een regrow, maar gewoon een grow kit van lavendel. Die heb ik gekregen van iemand, ik weet niet van wie. Misschien zat hij wel bij die hele lading Albert Heijn potjes die ik toen van iemand kreeg. Maar ja, daar zit weer zo'n leuk groeitabletje in. De meningen zijn er altijd een beetje over verdeeld. Of dat... Wow, weer allerlei aanbevolen updates. De meningen zijn er altijd een beetje over verdeeld of dit nou de beste groeimethode is. Omdat het vrij droog is en niet alle voedingsmiddelen zou bevatten. Nou, ik vind het helemaal prima. Volgens mij werkt het. Ik giet er wat water op. Het zal ongetwijfeld zo'n 100 milliliter zijn of zo. Wat erin moet, zal er vast op me opstaan. En dan ga ik wachten totdat dit aarde wordt. In ieder geval tot al het vocht is opgenomen. Zo simpel is het. Het is wel veel wachten deze video, hè? Houden jullie eigenlijk van wachten? En wat doe je als je aan het wachten bent? Ik ga meestal met mijn telefoon een beetje zitten spelen. Van februari tot begin juli zaaien. Oh, dat doen we alweer goed. 30 milliliter lauwwater toevoegen. Na ongeveer 5 minuten is de kokos verzadigd. Oké. En heeft u circa 60 centiliter potgrond gereed voor gebruik. Strooi de zaden over de aarde en druk deze lichtjes aan. Zet een terracottapotje op bijvoorbeeld een vensterbank. Plaats een schoteltje onder het potje. Dat doe ik echt nooit. Misschien moet ik dat woord dan toch doen om mijn vensterbankje te beschermen. Wie weet. Ja, dus volgens mij kunnen de meeste van die Albert Heijn potjes, waar ik er nog heel veel van over heb van vorig jaar, kunnen die ook alweer. En ik zag dat er bij de Albert Heijn ook alweer nieuwe zaden aan te koop waren. Dus dat was allemaal hartstikke leuk. Het is gewoon weer echt tijd om weer aan de slag te gaan op het balkon en om wat leuke groene updates te doen. Wel zin in. Nou, ik heb er misschien een beetje te veel water bij gedaan. Ja, dit is echt terrie geworden, maar dat maakt niet uit. Ik mix het gewoon een beetje met de aarde uit de andere pot. En dan doet dat het vast ook heel goed. Nou, dan vullen we dit potje ook met aarde. Nee, ik zit weer lekker onder. En dan... Laat ik die zaden daar een beetje over verspreiden. Ik vind lavendel altijd zo lekker ruiken. Dat kun je ook zo lekker in je kast leggen. Als je dan je kast open doet, dan komt er zo'n heerlijke lavendelgeur.
naar buiten. Maar je moet natuurlijk wel eerst even drogen. Ik zou er zelfs nog een kussentje omheen kunnen naaien. Als dit een succes wordt, jongens, dan gaan we dat doen. Met de gedroogde lavendel. Volgens mij heb ik dat nog nooit helemaal vanaf zaad af aan opgekweekt. Dus ik ben benieuwd. Nou, dit was het. Ik ga jullie op de hoogte houden van wat het doet. Ik zal volgende week even laten zien of er al iets opgekomen is in één van beide potjes. Ik zie jullie snel weer.